Goedendag, welkom op het Saarbeterpunt. Mijn naam is Sanne, ik ben zorgcoördinator op deze locatie en ik ga jullie meenemen voor een rondleiding. Het Saarbeterpunt is een kleinschalige locatie van Amsta. Bij ons wonen 24 bewoners, verdeeld over 4 woonlagen, 4 groepen van 6. Dus dat houdt in dat ze een gezamenlijke huiskamer hebben, een eigen slaapkamer, een gedeelde badkamer en een wasruimte. En er wordt 24 uur zorg geleverd door onze medewerkers. We staan nu op een van de slaapkamers. De slaapkamers worden opgeleverd met een wastafel, een bed en een kast. En verder vragen wij dan aan de familie om de kamers in te richten, zodat het zo huiselijk en herkenbaar mogelijk wordt voor degene die bij ons komt wonen. Ik heb heel erg naar mijn zin. Ik ga af en toe naar buiten om te lopen. Ja, het is gewoon prettig hier al. We zijn nu op een van de woonkamers. De woonkamers die wordt gebruikt door alle bewoners die op deze etage wonen. We eten gezamenlijk met onze bewoners. We proberen de bewoners ook zoveel mogelijk te betrekken bij het koken, bij het eten. Bewoners helpen ook vaak mee. Ook worden hier activiteiten gedaan, zoals een spelletje, een puzzeltje maken, een wandeling maken, een kopje koffie drinken, waarvoor deze straat heel erg geschikt is. De Saarbeterstraat is een straat met heel veel kleine lokale ondernemers. Allemaal kleine winkels, wat gewoon heel leuk is voor de bewoners ook. En ook is er een mooie tuin waar wij in de zomer veel met onze bewoners samenkomen. Bent u enthousiast geworden of heeft u vragen? Neem contact op met het cliëntservicebureau. En wie weet, tot ziens!